tips voor je eerste salarisonderhandelingen. Je hebt net je eerste baan aangeboden gekregen en die wil je heel graag hebben, maar je wilt je in je enthousiasme niet laten afschepen met een fooi. Met deze adviezen van financieel adviseur Paul van der Kwast kom je goed beslagen ten ijs voor je eerste salarisonderhandelingen. 1. Doe je huiswerk. Probeer erachter te komen wat een gebruikelijk startsalaris is in jouw sector. Een prima tool daarvoor is het salariskompas van Intermediair. Loop ook vacatures van jouw functie bij andere werkgevers na, zodat je ongeveer weet wat het gemiddelde in jouw branche is. 2. Laat je werkgever met een eerste bod komen. Als je zelf als eerste met een voorstel komt en je werkgever meteen akkoord gaat, dan zat je waarschijnlijk te laag. Zet je te hoog in, dan heb je je misschien al bij voorbaat uit de markt geprijsd of zelfs ongeloofwaardig gemaakt. 3. Wees niet bang stevig in te zetten. Zonder context hoog inzetten is dus niet slim, maar als je een eikpunt hebt, kun je best stevig ingaan. Je toekomstige werkgever wil geen medewerkers in dienst hebben die over zich heen laten lopen. Waarom zou je dat bij de onderhandelingen over je eerste arbeidscontract dan wel laten doen? Als je serieus gaat onderhandelen, zal dat niet snel worden gezien als een minpunt, maar als een teken van kracht. 4. Kijk verder dan het bruto salaris. Zaken als pensioen, opleidingen en cursussen, een leaseauto, vergoeding van je reiskosten, telefoon, laptop, een bonusregeling en een 13e maand kunnen redenen zijn om een hoger salaris te vragen of juist genoegen te nemen met een lager salaris. Een jaarsalaris van 35.000 euro kan zo onder de streep een stuk hoger uitkomen dan een salaris van 40.000 euro. Succes met je eerste onderhandelingen! Ook beter worden in onderhandelen? Check ons trainingen en cursusaanbod op intermediair.nl/opleidingen en bekijk bijvoorbeeld het aanbod Strategisch onderhandelen.